Nachtwacht is alles, eigenlijk. Rembrandt is een van de, samen met Vincent van Gogh en Jan Vermeer, een van de bekendste schilders hier die we gehad hebben. Het is eigenlijk een trots van je land. De schildwacht, de rijkswacht, de drie musketiers, de rondvaart, de nachtclub. Rembrandt, ik had een klusje. Hij zegt, ik mag een aantal van die gasten van de schietvereniging mag ik een schilderijtje van maken. Hij zegt, het moet dit keer wel iets bijzonders worden, dus een beetje groot. Dus er komen wel eens mensen die vragen mij van wat houdt het in? En dan soms als ik er zin heb, dan vertel ik wat. Ik kan je voorstellen, anders sta ik de hele dag te babbelen en dat is niet mijn taak natuurlijk. Ik moet echt achter het hekje staan, ik u ziet het. Hogy elnézem a képet, olyan érzésem van, hogy nagyon mozgalmas, nagyon sok embert látok rajta. The Watchtower, the Black Tower, the Shadow of Darkness. De man in het zwart is de duivel. Hij spreekt zachte woorden en verleidt ons tot de strijd. Tôi nghĩ những bức tranh này không phải trong thời bình mà là trong thời chiến. Và điều đó nói lên rằng những người dân ở đây đang ở trong tình trạng bất ổn. Want alle mensen kunnen zo de hele wereld naar de nachtwacht kijken. Omdat het zo'n, ik weet ook niet, maar het is een heel beroemd schilderij. Waarom dat zo beroemd is, weet ik ook niet. De witte man is Jezus. Hij zal de duivel overwinnen, maar het volk zal hem doden. En ik, maar het heet eigenlijk het hoe heet het ook weer? Het krijgs, iets van krijgs, korporaalschap van kapitein Banning Kok. Het is wel mooi, maar dat hondje dat daar zo staat is wel erg vaag. Ik kan het bijna helemaal niet zien. Het hondje zie ik inderdaad erg niet. Erg vaag. Er is een hond. De hond is de slaaf. En hij is bang voor de muziek die oproept tot revolt. Painting chala baagundi. Die avar vesara aatharam aithe theriyadu. Writer paintation avara theliyadu. Kani lighting adi chala baa pettadu. Ce qui m'a fait bizarre, c'est de voir une petite fille au milieu. Et je trouve que c'est bien, mais c'est quand même un peu bizarre. Het meisje is een engel. De mannen zien haar niet. Maar zijn veilig door haar gedachteloze bescherming. Bah, die petite est très belle. She looks as if she's in the wrong painting, as if she shouldn't be there. Ja,見ておりますのでね。それで、まあ、照明って明るさっていうんですか。そこのとこ重点的に見たんですけども、あそこに女性がいますよね。The girl at the back.I don't quite know what sort of character she is, but she's out at night, so perhaps she's not a lady of an important house. She's an ordinary lady, a working lady. En dan die Klana, die is verloren. Dat is dus de dochter van die ene met zijn zwarte noodhoop. Maar die vindt die begot zijn huis niet meer zin. En volgens mij is het ook daar aan zijn kermis, want je gaat er de fanfare langs rechts komen en langs links komen dan de flikken, hè. Een soort van burgerwacht, hè? Een politiemogendheid is het in feite. Een politie, voormalige politie, laat ik het zo zeggen. They're brave and ready for something that may happen. Het zijn geen aardige mensen. Slecht gezelschap is het allemaal. But they don't look like they're stressing about, you know, going to battle. They just want to do what they have to do. Deze waren mensen vroeger een soldaten, als luitenant en dat zijn de Bannekoek en noem maar al die namen. Dat was een soldaat vroeger, militair. It looks like as if there could be potentially a violent outcome. It doesn't look violent at the moment, but it looks as if it could become violent. Ze gaan vechten, omdat ze juist gevochten hebben. Je moet justitie dus kennen, hè? Je moet je geschiedenis. Je hebt dat toortje museum. Ja, als je het Toortje Museum hebt, dan heb je al de geschiedenis van justitie, weet je wel.
Het hoort bij elkaar in feite. Dus het is een samenloop, weet je wel. Dus ik weet niet wat ik ervan denken moet. Daar kiezen mensen voor op een gegeven moment. Het is een... Pijn inderdaad, als je het wel van achter ziet, is dat wel een pintje te veel hebben. Die rare beweging dat ze doen. Het wordt gevaarlijk, hè, met hun spijren en al. Dus ik hoop maar niet dat het escaleert, want anders is de kei heel slecht kan aflopen dan. De oude man keurt het geweer. Hij ziet het leed dat is gebracht. De man met het vaandel is de instemming van de stad. De stad die zwijgend leidt onder het hooghouden van de trots. Nou, volgens mij klopt die niet helemaal. Hier links zit het niet goed. Hier bovenin zit het ook niet helemaal goed. Nee, het is niet de Rembrandt die we kennen. It's very dark. Depressing. I just don't like the painting at all. It's just... Alles staat veel te dicht op elkaar. Hogy elnézem a képet, olyan érzésem van, hogy nagyon mozgalmas. Nagyon sok ember látok rajta. I don't like the painting. I think the faces just don't look realistic enough. It's quite tense. Nee, de groepje wat hier staat klopt niet. Hier heb ik ook mijn twijfels over. Painting നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പെയിന്റിംഗ് കാണാനായിട്ട് ook de kleren zo die zo ഒത്തിരി നല്ലതാണ് om dit lichaam zitten is echt mooi gemaakt beetje met heel de familie in traditionele klederdracht naar de kroeg nog een wandelingsje maken in het park in het Vondelpark hè, want het is hier vlakbij volgens mij komen ze daar snel voor zit mégis valami fajta nyugalmat sugároz a fények és az árnyékok játéka nagyon magával ragadó. Egyébként is nagyon nagy dolognak érzem, hogy itt állhatok. The watch night, szép, the night music, night and day, the midnight watch, the midnight painting, the midnight light, the bright watch, the watch guard, the night train. En de something watch. Dit is gewoon een realiteit voor het mensen dat de hele wereld op het manier hoe dat zit, hoe dat mensen zijn, dat is het zo. Rembrandt mi piace tanto. Lo voglio vedere ogni giorno. Lo voglio vedere a mattina, a sera, a pomeriggio. Mooi. Sommige dingen vind ik graag. So I find it a very pleasing picture and an interesting picture. It's huge. And so I appreciate the scale of this painting. Het is een klein kleurtje. In principe is het heel mooi getekend. Ja, het lijkt net echt, toch? En alleen ik vind de kleuren lijken zo echt. Maar ik vind het wel een beetje. Nou, het is wel. Ik vind het een mooie schilderij. Nou, maar dat is een heel mooie schilderij. Ik denk originele. Het originele moet ze heel trots op wijzen. En daar moeten ze goed voor zorgen eigenlijk. Dat is gewoon mooi. Non è penso niente. Però mi piace Rembrandt. Rembrandt, Van Gogh, Gauguin, everything. Mi piace Rembrandt. È una bella persona. Pittura olandese, Rembrandt. Rembrandt e Van Gogh. Pittura olandese, Rembrandt. Natuurlijk.